Vind ik helemaal prachtig. Super. Ja, mooi man. Doen we niet meer. Ja. En ik kan je vertellen echt dat we aankomende zaterdag al 2 BNB's hebben. Ja. Lisa komt langs. Lisa, ja. En even kijken. En nog eentje onbekende volgens mij. Ja, ik heb daar een heel mooi papiertje hangen. En die, als ik die bijwerk, dan hang ik hem daar ook op. Daar staan de BNB's, de datums, data bedoel ik. De telefoonnummers van de mensen, de e-mailadressen. En allergieën eventueel. Dus ja. Mochten jullie heel nieuwsgierig zijn naar wie er gaat komen. Daar hangt het. Maar Milène, ben jij dan nu ook hoofd booking BNB? Dat was zo. Ja. Okay, ja, even voor duidelijkheid, ik wil al het gezeik van de BNB uit de wereld hebben. Ja. Ik doe de mails, ik werk het allemaal bij, heb contact met die mensen. Dus mochten er vragen zijn. Nog een puntje, bed opmaken doet het huisje zelf verzichten. Ja. En wie doet dan de kast? En wie maakt de kast ook netjes? En wie zorgt dat er nu straks ook een inklapbaar bed komt? Ja, dan ga ik even naar kijken naar inklapbaar bed. Ja. En, gaan we naar kijken of gaan we regelen? Nee, ga ik vandaag regelen. Oké, okay, Mariska gaat dat regelen. En wie doet dan de opmaak en de schoonmaak en te zorgen dat die hele kast er mooi uitziet? Nou, wij denk ik, maar ik heb er geen zin in om en de kast en de boot te doen als die tegelijkertijd geboekt worden. Maar de boot doen we zo. Ja, maar ik ga niet 2 bedden doen. Ik wil wel opruimen. Daar helpen wij je gewoon mee. Okay. En heb ik nog een ding over bedden opmaken. Ik vind het natuurlijk smerig als iemand op mijn matras slaapt. Ja, sorry, die tik heb ik nou eenmaal. Dus dan vind ik het prima dat de boot wordt gebruikt als bed and breakfast. Maar dan wil ik wel een nieuwe topping voor mensen die erop kunnen slapen. En dat kost geen 100 euro's. Dat kan ik heel goedkoop regelen, denk ik. Als het echt heel goedkoop. Antrocyte Jessie. Boxspring Jessie Antrocyte. Hallo met Mr. Iceberg. Oké, kunnen we wel verder? Oh, en hoe heet dat nou ook weer? Je slaapt onder een deken. En daaromheen zit... Een dekbed overtreden. Die moeten we dan ook hebben. Goed. Ja. Maar ik ga wel eventjes bellen en ik kom er wel eventjes... ik ga ervan uit dat het voor een paar tientjes wel rond is. Maar ik ga eventjes bellen en dan... mocht het nou meer zijn, dan kom ik er even op terug in de groep. Even 10.000 euro.